Nou, goeiedag dames en heren. De berichtgeving zegt raadgeven. Oh, wacht even, mijn shirtje houden natuurlijk. De all-seeing asshole. Dat ben ik. Nou ja, ik zie niet alles, echt niet. En, maar dat is gewoon een geintje. Voor die urinati. Ja, dus, nou, dus even van. Even kijken of het goed te zien is. Nou. Dames, dat is een van de fun dingen die ik gewoon hè, af en toe, ze zeggen van ja, je kan de kleren krijgen en als ik dan mijn kleren krijg, dan ga ik met een beetje op tekenen of schilderen of wat dan ook. Maar ja, dat is gewoon een fun shit. Oké, afin. Raadgever opgepakt en ik zeg, hè, nogmaals, wat onze volksvertegenwoordigers doen, wat onze premier doet, tot aan wat onze koning doet, ja? Zijn er strafbare feiten, ja? Dan... zijn dat technisch gezien privézaken? Ja. En als ze opgespoord worden en worden opgepakt door diensten, whatever. In ieder geval niet door Q en Trump. Maar als dat zo zou zijn dat die mensen dingen hebben gedaan. Strafbare feiten, wat dan ook. Hè? Moord, doodslag, kinderen opeten, illegaal postzegels plakken. Wat dan ook. Nou, afvind. Dan is dat aan het systeem om daar wat aan te doen. Wouter Raadgever, Misha Katz, Jeanette Ossenbaard en nog veel meer, ja, met hun complotgestoorde gedoe, die hebben aangezet tot linkspartijen. Misha Katz ook. Hij zegt, ja, want Hugo de Jonge is straks nergens meer veilig, zegt Misha Katz. Want die kan beter naar een eiland gaan en dit en dat. Dat zei hij vanaf Ierland, vanaf een eiland, dacht ik dat het is. Weet ik niet. Topografie. Nou, in ieder geval. Dat is wat het is. En als zulke prominente figuren met heel veel invloed. Ja, prominente figuren. Nou, als zulke popsterren en wannabe idols en al zulke dingen meer. En het zijn idolen, want ze worden als idolen aanbeden. En dat mag dus niet. Christenen mogen zich niet laten aanbidden. Hun laten zich aanbidden. En willen die prijs en eer en lof. Nou, even los van het feit dat die hele scene MK Ultra gestoord is. En dat het operators zijn van die kabal. Ha, wat ironisch. Maar als je als rapper of als je net Ossenbaard. Niet dat zij werd invloedrijk hè, via André van Delft. Nou, dan vind ik, moet ook even nagekeken worden, André van Delft. En als ze zulke soort uitspraken doen over onze premier. Ja, of ik Rutte leuk vind? Nee. Of ik het oké vind wat Rutte allemaal doet met het land? Nee. Of ik zeg, nou, die Rutte is hardcore, nieuwe wereldorde. Het is een hoer van Satan. Dus de hoer van het vlees en hij werkt voor de Satans. Ja, nou prima, maar het blijft onze premier. En dat deze mensen, Lange Frans, Misha Katz, Wouter Raadgever, nog een paar andere, ik wil ze niet allemaal noemen. Ja, en ze hebben hele gevaarlijke informatie, ja. Nog nepper nieuws. Nog nepper nieuws dan NPO 2 en CNN. Of, nou, maar gevaarlijk nieuws. Kijk, het nepnieuws van CNN en NPO 2. Die zeggen we, wees kalm, er is niks aan de hand. En het nepnieuws van QAnon, onzin, complotdingen. Zegt van, ja, er is van alles aan de hand. Dus het ene zorgt dat ze passief worden. En oké. Okay. Het andere nepnieuws zorgt dat ze op een verkeerde manier actief worden. Dat er trauma geactiveerd wordt. Vergeet ook niet, jongens. De Frans, Lange Frans, is een vrijmetselaar. Nou, af en. Even terug te komen op mijn punt. Ja? Ik ben niet dol op Rutte. Ik ben het niet eens met zijn beleid. Ik ben niet eens met meneer Hugo de Jonge. En ik vind zijn schoenen wel af en toe. Ik vind het heel veel mooie stappen die hebben, moet ik zeggen. Ik zou het niet meer lopen, het ziet er niet uit, maar nou, ik vind het wel. Nou, hier. Ja, ik begin gewoon. Ja. In ieder geval. Het schuim om mijn bek. Nou, het blijven onze volksvertegenwoordigers. En dat is zo. Ja. En dan zeggen of dit of dat en met hooivorken en andere zaken. Ze zijn helemaal gek geworden. Ze zijn niet helemaal krankzinnig geworden, die anderen ook burgerverzet. Gingen ze, bijzonder makaber, gingen ze hooivorken, stond hier op een stellijst. Je moet wel even zelf die stok erbij halen, zei ze dan. Hey, al die crisisuitbuiters, ja, al die crisisuitbuiters, jullie zijn landverraders. Dus al die mensen die crisis uitbuiten zijn landverraders.
geld vragen voor die onzin. De buitenparlementaire enquête. Een buitenparlementaire enquête zegt helemaal 0,0 niks. Ik heb die vriend trouwens overigens ook gebeld. Ik ben het ook het hele rijtje afgegaan hoor. Raadgever had ik ook nog even gebeld. André van Delft heb ik contact mee gehad. Lange Frans heeft mij toen de tijd nooit op Twitter geblokt. Maar die heb ik ook lopen bestoken met data, de juiste data. Allemaal fakes, allemaal wannabes, allemaal neppers. Hè? En een man van God is geen poppiedol. Ik wil geen rap poppiedol zijn. Nee. Een man van God. Ja? En we hebben het gezien in de clipjes van Lange Frans. Doorspekt met Illuminati symboliek. Ik moet hem even. Dit is voorbeeld. Alsjeblieft, pardon voor dit. Maar Lange Frans die in een clipje de 666 maakt. Zo. En ook al heeft hij het over Illuminati of weet ik wat, al die dingen. Ja? Op die manier niet. Lange Frans moet eens vertellen over de vrijmetselaars. Daarvan, wat was het? Diemen of weet ik voor wat. En dan Loosdrecht, het Gooi. Daar Frans moet Lange Frans het over de vrijmetselaars hebben. En los van dat. Nogmaals. Ja? Voor al die mensen die in politiek geloven. Zeg, geloven jullie ook in voetbal? Geloven jullie ook in voetbal? Is die bal rond of vierkant? Toch? Dus wie in voetbal en sport gelooft, die gelooft dan ook in. Dus twee partijen, georganiseerd. Die gelooft dan ook in politiek of niet? Dus voor iedereen die. Is die bal rond en vierkant? Voetbal is een spelletje. Topsport, professioneel. Topsport, professioneel. Politiek is ook toneel. Snappen jullie? Het is professioneel toneel. Net zoals professioneel topsport. Afin, zulke soort figuren als Lange Frans, Michel Kat, Wouter Raadgever, er moet een voorbeeld gesteld worden. Als die met een tik op de vingers eraf komen, dan eet ik dit jasje op. Dat heb ik absoluut gelogen op dit moment, maar daarom herstel ik ook. In ieder geval, dat. Van Fidère heb ik niks meer gehoord. Want ik heb Fidère ook de hele tijd, de contactpersoon die ik daar heb gehad. Al die zenders zijn ineens weg, er komen geen nieuwe meer op. Ik kan het ook niet meer vinden, ik ga er ook niet naar zoeken. Ze kunnen me gewoon bellen en ze kunnen me gewoon mailen. En ik hoor niks meer. Gek hè? Want op het moment dat ik commentaar op Fidère gaf over hoe hun denkwijze en andere zaken waar op zich we verschillen van mening over een hele hoop zaken. Maar het bagatelliseren, of tenminste nee, het ontkennen. Het ontkennen van een wereldwijde kabal. Het ontkennen van de Illuminati. Dan ben je niet goed bij je hoofd. Dan klopt er echt iets niet met je belevingswereld. Om nou overal van die Engels en van die pedo's te gaan zien. En zeggen, oh ja, daar. Van die mensen die allemaal op het internet zijn. Over dat ze misbruik hebben meegemaakt. Ja. Ja, ik heb daar zoiets bij. Waarom hebben ze nooit hun vader direct in de omgeving? Ja? Vader of wat dan ook, want die niet aangegeven. Huh? Dat gebeurt natuurlijk niet. Nee. Dus de projectie dat buiten jezelf plaatsen, buiten je omgeving plaatsen, die je erop af zou rekenen op het moment dat je dingen naar buiten brengt, gaan ze wijzen naar prominente figuren elite. Kijk. En dat is dus de denkfout. En dat is dus de tactiek ook die ze hebben gehad. De tactiek was als Lange Frans en allemaal. Of we blijven hameren op Demmink. Allemaal andere onzin. Ja, dan Demmink. Nou, wat zou Demmink zijn? Ik denk dat Demmink eigenlijk seriemoordenaar zou kunnen zijn. Met al die toestanden. Dat gewoon even een beetje fout ging. Maar dat hij ergens anders mogelijk jongetjes verkrachten en een stukken snijden en even wat. Dat zie ik in zo'n Demming. Maar dat er nooit wat mee gebeurd is. Verwacht je nu echt dat er nou wat mee gaat gebeuren? Oh ja, natuurlijk. Maar Trump. Trump ging het oplossen, toch? Trump heeft nogal wat aanklachten van verkrachting had hij toen gekregen. Afgekocht en alle andere onzin. Trump is een vrijmetselaar. Trump is een jesuit. Of Jesuit training. Vrijmetselaar.
En als jullie mensen die allemaal zo wakker zijn met jullie Q-onzin, als jullie dat niet zien, als jullie de symboliek niet zien, hoe wakker zijn jullie? Waar zien jullie het dan? Ja, we zijn wakker, we are awake, we weten voor wat ze allemaal zeggen. De ene zijn wake en de andere zijn woke. En ze lopen allemaal te slaapwandelen. Dus, voor mensen die uit een vrijmetselaars opvoeding satanistisch gezin komen, hè? Dus, ik vertaal het even naar jullie. Ja, hoe jullie dat begrijpen, ik kwam uit een progressief, materialistisch, gezin. Hè, van goede afkomst, goed milieu, uit het gooi. Mijn adoptievader die had iets van 6 zaken en een fabriek. Van spullen die de hele wereld over zijn geweest. Dus Noordpool, Zuidpool, alle gebergtes en dingen zo zijn ze. De spullen waren erg gewild, bij de elite ook, hè? Dus de schietspulletjes en allemaal zaken. Dus ja, ik ben van kom van Spanje, Colombia. Maar ik ben terechtgekomen bij Blauwbloed. Dus iedereen die het beestje niet bij de naam durft te noemen. En niet begint over de Alpha Draconius, de Orion groep, Mantis, de Mantis. De serpentine, de slangen en de greys. Veel greys, hè, greys, maar het zijn zelf ook greys. Alle mensen die interdimensionals ontkennen, hè, die zijn niet bezig met de materie in die zin. Hè, de heilige geschrift. Ik begin volgens mij een beetje in herhaling te vallen, maar daar gaat het dus over, is dat... Herken je vrijmetselaars? Ja? Herken hun symboliek. Herken hoe ze leert dat herkennen. Hoe ze praten, hoe ze doen. En altijd, en al die mensen op YouTube zie je ook, of veel zie ik dan, veel zie ik dan op YouTube mensen die echt een beetje een stabiele groep hebben, kijkersgroep en zenden. En dan zo normaal mogelijk overkomen. Kijk eens naar die mensen hoe ze doen. Ze nemen zich heel erg serieus. Ja, heel erg. Als zij gezellig en enthousiast en gemaakt doen, is het allemaal van die cheesy Amerikaanse achtergrond. Hallo, hi, hoe is het met jullie allemaal? Ja, echt gewoon verschrikkelijk. Kijk, ik ben gewoon een stomme, domme, lompe Colombiaan. En weet je, nou, toen net ook met spullen kwam bij mijn smoelwerk. Laatst dat ik van die zaakjes deed. Waarom wat we niet zijn. Ja, ik kan het allemaal gaan editen. Maar dit is me. Ja, en al die buien. Dan zeggen mensen, well, Erik of dit. Maar. Nou, Erik. Wij Colombianen zijn zo. Dat is voor ons heel normaal. Ongeveer. En Jody Bernal is geen Colombiaan. Niet. Jody Bernal komt denk ik uit Cuba. Of El Salvador. Dat kan onmogelijk een Colombiaan. Ik geloof het niet. Als ik aan Jordi Bernal denk met zijn Colombiaan, dan denk ik, ja zie ik en nou, nee joh, dit is geen Colombiaan joh. Dat is een neppet. Ja? Nou ja, er zijn ook allemaal mensen die... ik ben blij in ieder geval dat ze liedjes wat leuker zijn geworden. Of zo. Nou, afwen. Voor iedereen. Oh ja, dus even een shout-out naar Bitching D.J.D. Bitching D.J.D. Die zegt, ja John Wick, ik maak me zorgen om je. Nou, 1, ik heet geen John Wick. Ik heet wel John hoor, maar... 2, mensen doen dat alsof ze je zo kennen. Ze zien niet eens mensen een beetje voorstellen ofzo. Als hij zich zorgen over mij maakt, die of zij... Ik denk dat het een vrouw is hoor. Bitching D.J.D. Dus aan Bitching D.J.D. Als jij je werkelijk zorgen om hem maakt... even een voorbeeldje nog even, ja. D.J.D., Bitching D.J.D. Ik woon tegenover een ASO-dorp. De zedenklanten en junkies en mensen die een veilige plek nodig hebben. Maar er zijn hier geen camera's en bewaking. En ik heb hier ook een veilige plek nodig, want ik woon er tegenover, dus op hetzelfde terrein. Ik ben alleen geen GGZ-patiëntje, klantje, weet ik veel wat, gekke stemmetjes of wat hebben ze dan nog meer. Paranoia, schizofrenie en al die andere DSM-5 klassificaties, pseudowetenschap. Maar laten we even terugkomen. Meneer Bitching D.J.D., er zijn hier meerdere keren messen op me getrokken. Ja, ook schroeven draaien al een keer en andere zaken. Dus ik draag dit, dit is mijn brace, dit is mijn... Dit is mijn brace, D.J.D. Ja, maak je je zorgen om me? Nou, als je zorgen om me maakt, Bitching D.J.D. Als je zorgen om me maakt, misschien weet je wel een leuk pandje te huren of zo.
dat ik veilig kan leven, veilig kan wonen. Want ik moet hier op dit terrein, omdat er gebruikers, er zitten hier dus probleemgebruikers en mensen met een rechterlijke machtiging verleden, hè, vroeger en al zulke dingen meer. Hè. En van vroeger dan de paar oude, misschien een aantal voorzeden delicten dat ze TBS hebben gehad. Hè. Nou, in ieder geval, daardoor moet ik hier, voor de veiligheid, ja, dit is licht slag- en steekwerend, maar komt niet zo gauw wat doorheen. Voorbeeld, moet ik dit aan. Zie? Dus meneer, mevrouw, bitching DJD, deze gaat ook aan naar de rechtbank, want ik ben hier ook door het personeel omvergeduwd met twee handen. Ja, in COVID-tijd stond een bloempot achter me. Had die bloempot 1,5 meter verder gestaan, had ik mijn nek gebroken of mijn rug. Ja, dus het personeel, het andere personeelslid, Joep Johan Kra, die heeft me hier 25 april 2019, heeft hij me bijna vermoord. Eerst mijn werkbank kapot geslagen. Overigens, dit is met ondeus hoor, dus het littekentje zit zo. Ja, mijn werkbank kapot geslagen. Nog eens, dit zit zo. En maar hij heeft toen mijn werkbank kapot geslagen. En hij heeft me eerst toen aangerand. Ik zeg, je mag me niet aanraken. Hij zegt, ik raak je niet aan. Toen heeft hij mijn wenkbrauw kapot geslagen. Bitching DJD. Dus anders kom je gewoon een keertje koffie bij mij drinken. En toen heeft hij Joep Johan Kra, een van de medewerkers van Listen, die mij eerder heb aangevallen in 2017. In het bijzijn van twee politieagenten sloeg hij me in het gezicht. En een van mijn katten was ziek. En 1,5 weken later, ik was die kat aan het behandelen. En 1,5 weken later wordt er een tegenaangifte gedaan. Word ik opgepakt. Joep Johan Kra, 2017. Nou, afin. Toen stonden er twee politieagenten bij. Hij is nooit een dag opgepakt geweest. Nou, dan doen ze valse aangifte tegen me. En Joep Johan Kra doet een valse aangifte van doodsbedreiging. Ja, omdat ik een ex-TBS'er ben. Ik heb voor gijzeling, mishandeling, poging, afpersing. Poging, doodslag niet bewezen gezeten. Hè? Dus afpersing, gijzeling, wederrechtelijke vrijheidsberoving is dat. Hè? En poging, doodslag niet bewezen, mishandeling. Daar heb ik 12 jaar voor gezeten, bitching DJD. Dat er voor 6 jaar betaald was door de Illuminati is een ander verhaal. Ja, maar ja, voor jullie bestaat het allemaal niet. Maar ik kom dus van de vrijmetselaars. Ja, ik was geframed door mijn eigen adoptieouders. Ja, ja. Ik had hem ook gewaarschuwd. Geef hem nog 1 keer gek met me doen. Loop ik bij je naar binnen. Ja, en maak ik je kapot. Ik heb hem alleen laten leven. Hij is van ouderdom gestorven. Hij gaat ook absoluut branden in hel. Nou, dat is net zo. Het gun je niemand. Ook hem niet. Ja, want het wordt voor altijd. Nogmaals. Het is hier op deze plek zo gevaarlijk dat ik dus die maar rondloop. En ik heb ook een tourniquet bij me altijd. Ja, echt, een tourniquet. Want er zijn hier geen bewaking, geen camera's. Nee. Als ze hier iemand of wat dan ook, en ze trekken ook op elkaar, trekken ze ook messen en de gekste dingen. En met koevertjes elkaar achterna, bloempotten naar elkaar gooien. Eentje gooit een bord op iemand zijn kop. Echt waar. Ja, die anderen zaten ze met z'n allen te roken. Dat is ook een van zaten ze te roken. En die ene, ze krijgen ruzie. En die wil hem steken, maar dat mes breekt af op een leren jas. Ja, het is hier levensgevaarlijk. Ja. De wethouder van de ChristenUnie is er ook geweest. En exact op de dag dat die wethouder er was, was er ook een poging tot doodslag. Het werd ook even gauw in de doofpot gestopt. Ja, niks aan de hand hoor. Ja. Ja, er was een van de ex-medewerkers bij, die is ook hier weggegaan, die werkt nu in een ander team met de andere leugenaars. Dus, nogmaals, ik hoop dat je bitching DJD, ik weet niet wie je bent of wat je bent, ik denk dat je een vrouw bent, misschien ben je een man, misschien ben je een transgender, dan ben je niks. Van man of vrouw, hè, dan zie je eruit als een vrouw, misschien bitching DJD. Misschien ben je een of ander gamertje of zo of wat dan ook. Maar je bent in alle tijden welkom als je je zorgen over mij maakt. Dat stond in de comments, ik heb hem ook even laten staan. Kom langs. Toch? Bitching DJD. Nou, voor de rest van de mensen met die geen context kunnen vatten. En een paar seconden van een filmpje reageren. Hey, gaan jullie lekker Sesamstraat kijken en naar de Q en andere onzin? Ja? Afvullen. Ja. Nogmaals, en voor iedereen sluit ik me even af op ongeveer 20 minuten. Schuim op mijn bek. Dat is, ik ben clandestine onderzoeker. En mijn onderzoek bestaat dus uit, ne, het onderzoek naar participatiewet, misstanden, kartelvorming binnen de zorg, dus illegale samenwerking en afspraken binnen zorgentiteiten, politieke inmenging in zorg, onlosmakelijk verbonden, uitplaatsingen en toeslagaffaire, de toeslagaffaire en alle uitplaatsingen in Utrecht, toen de tijd, een van mijn pionnen en spionnen, informanten
Maar ondertussen ook een player. Een neppet. Niet een echte player hoor. Geen rapper of wat dan ook. Hè? Ja, player, de player, de pimp, de pimp. Nou, players, spelers, toneelspelers. In ieder geval, nee, dat niet. Maar die zei toen ook, wij zijn nu honderden kinderen aan het uitplaatsen. Dat was rond 2015. En ik weet dat de meeste van die zijn nu volwassen. Die hangen allemaal op straat. Dat zijn kinderen die normaal gesproken in schoolbanken zou aantreffen. Studeren, normale vriendenclubjes. Weet ik veel wat, hockey, tennis, paardrijden, andere zaken. En normaal en bezig zijn met huiswerk en dergelijke. Nee, ik ken de slachtoffers van het systeem. Participatiewet ook, al die gezinnen die ze even kapot hebben gemaakt. En die hangen nou op straat, zuipen, blowen met zwervers, de satanistische grooming gangs, komen ze daarmee in contact. Want er zijn satanistische grooming gangs, dus zwervers, illegale, dus zwervers, AZC crimies, illegaal, junkies en wat dan ook, mensen uit het circuit, die gaan dan de... Alle kinderen die naar Utrecht gaan, want er komen heel veel zwerfkinderen natuurlijk in Utrecht, die vangen ze dan op en dan geven ze drugs en drank, worden ze gehersenspoeld en verkracht. En ook uit de internaten en uit de andere zaken. Er is wat dat betreft ook, hè, voor daar, de zorg, dat is, alles is out of control, maar dat is ook out of control. Nou, dus clandestien onderzoek naar... Al die misstanden in zorg, hè, gekoppeld aan GGZ, gekoppeld aan de gat. En dus opnieuw, en daarin mijn speerpunt is dat deze mensen die met die participatiewet al die mensen zouden helpen, ja, dus geen verzorgingsstaat, participatiewet, dat gaan we samen doen, alleen zichzelf geholpen hebben. En ze hebben, hè, dus al die mensen van de participatiewet in Utrecht, met de lokale politiek, hè, die daar nou, dan monitort eigenlijk, hè, die anderen zijn beleidmakers, beleiduitvoerders. En dat dus de GGZ-industrie Distelflinde in samenwerking met P.J. Vught, in samenwerking met Altrecht, Altrecht Distelflinde, Den Dolder, in samenwerking met een aantal andere zorgentiteiten, want ze zullen mogelijk wat geforensd hebben, hè, tussen die psychiatrische instellingen opvang. En dat GGZ Utrecht verantwoordelijk is, direct verantwoordelijk is, eerst de daden, maar dan direct verantwoordelijk is voor Tanis Gukman laten lopen, panners laten lopen, dat komt door hulpverlening Utrecht. En ik weet het dossier te houden, ik blijf erbij. Het dossier houden, Karel van Duivenbode hebt de verkeerde informatie en dacht dat die juist was, Kareltje van Duivenbode. Dus Kareltje van Duivenbode, hoofdveiligheidshuis, jij hebt nou Tinus Koops in je dossier. Je hebt Tinus Koops in je dossier, Karel van Duivenbode. Je hebt mijn dossier, hè, een doofpotaffaire willen verwaarlozen en mij gek willen laten maken, tenminste... De uitvoerder zijn Kaaltje van Duivenbode. Jij gaat me geven wat jij me beloofd hebt. En dat is een eigen huis, een nieuw huis. Want dat heeft meneer Karel van Duivenbode, medewerker van de gemeente Utrecht, beloofd. Aan mij, 2017, een bijzijn van mijn advocaat, mevrouw Serranissen. Daar is ook sms over gestuurd. Enzovoort, enzovoort. Maar ja, ze wou me natuurlijk monddood maken. Omdat ik een clandestien onderzoeker, klokkenluider ben over de grofste misstanden in de zorg. Die op geen enkele wijze belicht zijn. Op geen enkele wijze belicht zijn. Nee, Lange Frans heb één keer gezegd. Ja, er zitten wel, hè, bij die een van de eerste demonstraties. Waar toen die, dat brommerclubje. Mindio of zo. Sin Medio of zo. Een brommerclub. Nee, het was geen brommerclub. Het was een broederschap. Een broederschap. Nou, ik ben altijd voor broederschap. Ja. Ik ben zelf Latino. Ik vond het zeer internationaal. Leuk gezelschap. Hartstikke leuk. En toen met die... Dat ze daar stonden er een paar. Ja. Even aan Sin Medio. Sin Medio. Of weet ik voor wat hoe ze heette. Die brommelclub. Jongens. Ja, ik snap het sentiment. Maar de ergste straf voor pedofielen is dat ze in de baai is wegrotten. Maar ja, moeten jullie maar kijken. Moeten jullie maar kijken of jullie het OM kunnen. Hè? Misschien kan Sin Medio hem vragen of het OM nou eens een keertje wil beginnen met die mensen uit de elite te gaan. die mensen uit de elite te gaan monitoren en oppakken. Nou, in ieder geval. Dus jongens, scandeer dat ook niet. Hè? Zulke soort uitspraken, zulke dingen, dat gaat niemand helpen. Dat gaat niemand helpen. Linkspartijen. Daar, hè? En ook anderen die zich dan pedo-jagers noemen. Zo. Wat, jongens? Wat? Jullie kunnen geen vigilantes zijn. Jullie overtreden de wet. Nogmaals, ik snap het sentiment. Ik snap de emotie. Geloof me.
Ik ben SRA overleven. Ik ben mijn jeugd. Ben ik echt krankzinnig gemarteld. Geestelijk, lichamelijk, hè? Gemarteld, misbruikt. Ja? In mijn adoptievrijmetselaarsgezin. Ik heb mijn adoptieouders aangepakt. En bij mij werd het meest programmeren en misbruik. En in die zin, of het directe contact werd door mijn broer en zus gedaan. Die moesten zorgen dat ik, hè, me later dan, hè, zou laten inwijden. Maar hè, mij dus geestelijk en lichamelijk misbruiken. Nogmaals, voor jullie allemaal, dat buiten jezelf gaan plaatsen. En nu zeggen van, nou, nou, gevestigd. Kijk, ik heb daar 12 jaar voor gezeten. Ik heb mijn adoptieouders, de Daners, die mij geestelijk ingegaan hebben gemarteld en laten martelen, heb ik aangepakt. Ze hebben al meerdere aanslagen omgepleegd. Nou, als je de vrijmetselaars kent, dan weet je natuurlijk ten alle tijde dat ze dat op ongelukken doen laten lijken. Alleen ja, ik heb heel wat ongelukjes overleefd. Dus, ik wil even duidelijk zijn, hè, dat terug te komen op Lange Frans. Lange Frans benoemde toen schoorvoetend dat er overal nog in inrichtingen, hè, dat was een van die eerste kleinere demonstraties tegen die pedo's, dat in inrichtingen mensen nog misbruikt worden. Ja, dus ook kinderen, maar ook iedereen. Hè? Volwassen mannen. Zes. Ja, ja, oké. Okay. Dus daarop terug te komen. En nog even nog één keer naar Bitching DJD. Dus op YouTube Bitching DJD. Ik denk dat hij of zij dat die zwakzinnig is. En zo zijn er wel meerdere van die zwakzinnigen op dingen. Zoals Tinus Koops en Wouter Raadgever en al die anderen. Ja, maar dat is een ander leveltje. Ja, die zijn narcistisch slim en toch zwakzinnig. Ja, nou, afvind. Jongens, jullie hebben helemaal niks voor Nederland gedaan. Het gaat ook niet anders. Dat is ook niet, in die zin, niet aan jullie. Ja. En als jullie nog niet snappen dat Lange Frans, Wouter Raadgever, Miesjekat en al die anderen waren om aandacht af te leiden naar de elite. En dat ze een herhaling wouden van Comet Pingpong, want daarvoor zijn ze toe aangezet. Dus, gelukkig is er niks ernstig is gebeurd. Ze hebben die mensen natuurlijk helemaal in een trauma, in een PTSS teruggebracht. Want die kinderen die er lagen, ja, daar ga je niet allemaal bloemetjes op leggen. Oh ja, daar, nee. Dan moeten die mensen, hadden ze even, moeten ze even contact moeten opnemen. Wouter Raadgever en Michel Kat. En die anderen ook. Dan hadden ze even contact moeten opnemen met Annemarie van Blijenburg. Maar Annemarie van Blijenburg kon niet helemaal goed herinneren waar de massagraven waren. Annemarie van Blijenburg. Dus. Jongens, heren, dames. Ja, de liefde van God is dat mensen ervoor mogen kiezen om goed te doen of om slecht te doen. Ja? Dus dat is ja, God wil het. En de mensen kiezen het. En God zegt, kies. Dat is de liefde. Kies wijs. Of luister naar Satan. Ego, ik en doe wat je wil. Nou, hè? Dus dat is naar zichzelf. Dat is Satans. Nou, oké. Okay. Kijk, en daarin ook. Ik hier op dit terrein, al moet ik natuurlijk benoemen dat je hier probleemgebruikers en zedenklanten hebt. En het stafpersoneel wat criminelen zijn. Hè? En zijn zorgcriminelen. Moet ik wel zeggen. Kijk, ik heb hier een buurman. Dus ik ben hartstikke gek op. Een zeer intelligente man. Ja, dat is echt mijn buurman, mijn gabbertje. Ja, dus, maar iedereen is mijn broer en mijn zuster. Maar dat is een man die ook gigantisch veel op mij gemaakt. En waar ik gewoon een leuke, gezellige middag mee heb. Af en toe een hamburgertje eet. Of ik mag dan niet blauwen van mijn overtuigingsbeleving. Ik doe dat toch voor. Van de regels van God, de wetten. Ik doe dat toch uit keuze. Voor mijn PTSS doet het af en toe. Dan rook ik een jointje met me, gezellig en zo. Dus daarin, ik oordeel niemand. Ik bedoel, ik heb in die TBS-kliniek als mensen gezeten. Nou, je wil niet weten wat ze gedaan hebben. Ja? Daarvan had er eentje, twee jonge dames aan stukken gesneden met Stanley Messen nadat hij die verkracht had. Ja. Die waren, weet ik voor wat, 10 of zo, of 6 of zo, weet ik voor wat. Ja. Maar het mannetje werd door anderen verkrachters en door het stafpersoneel, omdat hij wat achterstand had in ontwikkeling en op een, hè, tussen haakjes, op een leuke manier kinderlijk was. Hè. Dus ja, gewoon blijven hangen op een ontwikkelingsniveau van 10 jaar of zo, hè, zoiets. Ik kan maar even grof. En nou, die werd zo niet. En kijk, dat hij die achterstand hebt, dat betekent niet dat je iemand als een kind moet gaan behandelen. Maar dan behandel je hem gewoon als een volwassen kerel. En ik nam het voor het ventje op.
toen ik hoorde wat hij gedaan had, nou, dan moet je maar even slikken. En dan met ook al die anderen. Maar dat is God oordeelt. God oordeelt. Dus bedenk dat ook goed. Hè? Want van gij die kinderen Gods tot zonde verleidt, hang gij een molensteen om zijn nek en werp gij in de zee. Ja? En dat is dus nogmaals niet aan ons. We gaan gelogen worden. We gaan beoordeeld worden. Niet op wat we gezegd hebben. Op wat we gedaan hebben in het leven. Nou, ik wou dat ik wat meer kan doen voor het land waar ik zoveel van hou. Ik ga even dit. Ik trouwens moet zo naar buiten, ik kan ervan. Ik wou ook even zeggen: ook ik ga nog even met justitie contact opnemen nu. Wouter Raadgever is opgepakt. Ik zeg: ik wil er toch nog even over in contact. Want er moet voor die lui, met die invloed. En kijk alsjeblieft even mijn. Mensen, kijk alsjeblieft even mijn oude filmpjes, er zit er eentje bij. In ieder geval. Daar houden we even bij. Nogmaals, ik hou van jullie allemaal. En dat geldt ook voor die mafkees en die jongen. Maar iedereen die te gevaarlijk wordt, hè, dus die voor mij een fysieke bedreiging betekent, hè, ja, daar kan ik dan niet meer mee omgaan. Andere mensen die mij kennen, en misschien mensen hier van YouTube, televisiezender, hè, die me denken te kennen. Heren dames, hè, of je nou van de complotmensen bent, of van de bange mensen en aanhang van Fidera, want ze zijn allemaal hele bange mensen. Ik lees alleen maar angst, alleen maar angst. En door die angst. Maar nogmaals, hè, ben je van de complotmensen en anti-retten, anti-vaccin, anti-nieuwe wereldorde, anti-illuminatie, anti-antichrist. Ik ben tegen de antichrist. Ben je voor liefde? Ben je voor kennis? Ben je voor proportie? Ben je voor ratio? Ja, ik ga je niet zeggen, iedereen moet zelf kiezen ook erin. Ik zeg, ben je voor die dingen? Ik ben dan overtuigd. Volgen en Yeshua is mijn generaal, maar dat is een ander verhaal. Maar die discussie, waar mensen zeggen, oh ja, maar religie. Nee, ik heb het niet over nepgoden, afgoden. Nee, ik heb het over de waarheid. Dus, dat is niet waar ik mensen van wil overtuigen. Dan moet je gewoon lekker allemaal zelf uitzien te vogelen. Dus ik moet er ook elke dag op studeren en alles, terwijl ik weet. Maar weten is. Nou, kijk ook de film Constantine even, jongens. Constantine. Ja, weten is heel wat anders. Maar in ieder geval, ja, want het soms, soms is mijn geloof ook niet zo sterk. Maar als je weet, is dat heel wat anders, want dan heb je geen geloof nodig. Maar er zijn sommige dingen die weet ik niet zeker en die geloof ik. Maar dat is verbonden aan wat ik weet. En dat weet ik zeker en daar ben ik van overtuigd. Nou. In ieder geval, ik raak heel even mijn punt kwijt. Ik denk dat ik dit niet meer. Dus mijn tip of the spear is: mensen, ben je voor logica? Ben je voor ratio? Ben je voor proportie? Ben je voor liefde? Ben je voor kennis? En die balans betekent voor mij de Heilige Geest, de Zoon van en de Vader. Maar ben je voor kennis, ben je voor liefde, ben je voor proportie, ben je voor open dialoog, ben je voor lekker normaal doen, ben je voor het ongelooflijk oneens met elkaar zijn en toch door een deur te kunnen. Ben je van links, ben je van rechts, ben je zwart, ben je wit, ben je gay, ben je hetero. Wat je ook denkt te doen, te weten of hoe je ook manifesteert in het leven. Als jullie meer willen weten over misschien ook over jezelf of over andere zaken. Ik kan al nogal wat licht op zaken werpen. Nou. En mogelijk. Dus dan luister ik met mijn hart. En dus mensen luisteren met je hart. Ja? En met je oren moet je luisteren. Ja? Daarmee moet je de dingen horen. Met je ogen moet je niet kijken. Daarmee moet je de dingen zien. Nou, is er iemand die niet narcistisch gaat lopen zuigen en gewoon troep op die manier, hè, bij me neerleggen en het allemaal een bodemloze put wordt. Zo heb ik een aantal al gehad, hè. Henk van Osch en nog een paar andere bodemloze putten. Complete trieste figuren die geen leven hebben een heel eng soort symbiose met mensen aangaan, weet je wel. Echt, ik heb ook op dingen op de grootste crypt, jongen. Hey, hoe heet die een uit de nagel weer? Nou, ik kan gelukkig even niet op zijn naam komen. Ja, echt,
Echt niet normaal. En ze, kijk, luister hier, let op. Met deze narcisten, ze zijn zo krankzinnig. Ze zijn zo gestoord. Dat ze, en ze geloven zo in hun eigen leugens, terwijl ze weten dat die niet waar zijn, gaan ze ervan uit dat iedereen erin trapt. Nou, en als het dan niet lukt, moet je eens kijken hoe je die narcisten kan triggeren. Als het trucerij niet lukt, en gelijk ook, zeg dat ook, zo'n mensen die lopen de gas laten gelijk benoemen. Waarom zeg je dat? Wat bedoel je daarmee? Ja, dan moet je altijd gewoon, wees specifiek. Als je narcist tegenover staat, zeg, wat bedoel je daarmee? Waarom zeg je dat? Zeg, goh, is dat een beetje gelaagd? Heb je een dubbele boodschap? Wees eens duidelijk, hè? Ja? En dan moet je ook tegen een narcist zeggen, ja, communiceer je emoties dus. Ja, ja. Dus, ja. Narcisme is antichrist. Ja, al zulke dingen meer. Ja? En iemand die zeker van zichzelf is, is heel wat anders dan iemand die een narcist is. Ja? Die denken dat ze zeker van zichzelf zijn. En proberen iedereen te overbluffen. Nou. En heel even wat anders, ja. Als mensen denken dat over mij en de goh of zus of zo. Ik denk dat de meesten die wat langer op deze tv-zender kijken. Dat die inderdaad ook wel weten dat het Timo John Smit niet kan schelen wat mensen van me denken. En dus op het moment dat ik rauw ben of wat dan ook, of takloos, is dat gewoon omdat ik geïrriteerd ben. Dat mensen niet de context kunnen vatten van bijvoorbeeld mijn onderzoek. Nou, moet ik dat dan, is dat mijn eigen schuld dan, meer vaker naar voren brengen en vertellen. Dus ook voor bitching. Bitching DJD of zo. Nogmaals, boodschap van Bitching DJD. Ja? Ik heb het idee dat je een GGZ-figuurtje bent. En dat jij zulke soort figuren als die tramshooter en Michael Panhuis, dat je die wel oké vindt. Want het kan me niet schelen, Bitching DJD, wat je tegen mij zegt. Maar ik zit achter de kopstukken aan die mannen hebben laten lopen. En daar ben ik nu al 8 jaar mee bezig. Ja? Dus, voor iedereen tot de volgende aflevering. Dit filmpje komt wat later, want het is wat lang. En, nou, tot de volgende keer. Ja?